twee nieuwe reisvariëteiten ontwikkeld in Nigeria. Meldingen via social media dat prijzen gascilinders zullen worden verhoogd, niet waar. En Guyana zet geplande lidmaatschap Internationale Grondstoffenorganisatie on hold. Vandaag zijn twee nieuwe Surinaamse reisvariëteiten geïntroduceerd in Nigeria. De variëteiten heten Adron DDD 1 en Adron DDD 2. DDD zijn de initialen van president Desiree Delano Bouterse. Er vond de plechtigheid plaats in het Anne van Dijk Reisonderzoekscentrum, en wel in Nigeria. Adron in het kader van de nieuwe reissoorten. Het Adron is als werkarm van de Stichting Nationaal Reisonderzoeksinstituut belast met het verrichten van toegepast reisonderzoek, verhogen van de productie, verlagen van de kosten en verbeteren van de kwaliteit. De reis heeft lange korrels en stevige stengels en is beter bestand tegen ziekten en plagen. Minister Suris Algo van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaf aan dat de reissoorten naar het staatshoofd zijn genoemd. Behalve Algo waren nog andere toppers aanwezig bij de introductie van Adron 1 en 2. Op social media wordt gemeld dat gascilinders zullen worden verhoogd. De energiebedrijven EBS zal aanstaande maandag de prijs van gasbommen, zoals we dat in de volksmond noemen, verhogen. Een gascilinder van 20 lips van 35 naar 80 SRD, 28 lips van 48 naar 130 SRD en 100 lips van 168 naar 950 SRD. In een telefoongesprek met het SDVS Journaal meldt de public relation van het bedrijf dat deze informatie niet op waarheid berust. De samenleving hoeft niet in paniek te raken van de berichten op social media. Er zal eerst een overeenkomst met de overheid worden getekend, alvorens de prijzen worden verhoogd, meldt een persbericht afkomstig van de EBS. Officiële gasprijzen, zoals door het ministerie van Handel en Industrie vastgesteld, zijn ongewijzigd voor elk district. De EBS wenst ten overvloede te benadrukken dat de gasvoorraad voldoende op peil is en dat klanten bij elke depothouder of bij organen terecht kunnen voor het hervullen van hun gascilinders. Ook bij de paarden in Suriname komt paarden en syfilis voor. Dit stelt het laboratorium van LVV. Uit onderzoeken, uit ontvangen resultaten van bloedonderzoeken is de ziekte ook bij paarden in Suriname ontdekt. Ter voorkoming van verspreiding van dit virus zal de inspectiedienst van LVV de nodige maatregelen treffen. Het waarnemend hoofd van de afdeling, Diana Karg, geeft ons uitleg hierover. We willen eigenlijk dezelfde maatregelen die we nog voor de uitslag bekend was, willen we weer even onderstrepen, de mensen eraan herinneren. Vaccinatie, de paarden laten vaccineren en nu kunnen we dus gerichter zeggen, laat de paarden vaccineren tegen de drie varianten van paardenencefalomyelitis. Dat is eentje. Mensen die hun paarden al gevaccineerd hebben een tijd terug, graag controleren als ze bij zijn met hun vaccinatie. Elk paard in Suriname dient dus nu up-to-date te zijn met de vaccinatie tegen deze ziekte volgens aanbevolen schema. En ze kunnen bij hun dierenartsen, hun normale, reguliere dierenartsen terecht voor deze informatie en deze vaccinaties. Kijk. Maar er zijn nog een aantal maatregelen behalve vaccineren. Iets waar de mensen... Waar ze zeer geïnteresseerd in waren, is het transportverbod en het verbod op samenkomsten van paarden van verschillende locaties, wat we hadden ingesteld voorheen. Ik wil hierbij duidelijk maken dat dat verbod nog steeds van kracht is. En dat heeft dus onder andere invloed op paardenraces, springwedstrijden, renwedstrijden. Dat soort races mogen dus
ondanks de paarden gevaccineerd zijn, alleen geschieden met de schriftelijke toestemming van de veterinaire inspectie. De minister van LVV, Soerush Algu, geeft aan dat alle drie varianten van paarden en encefalomyelitis in Suriname voorkomen. De Oosterse, de Westerse en de Venezolaanse. Uit het onderzoek is ook gebleken dat het paardenherpesvirus ook in Suriname voorkomt. De bewindsman roept alle eigenaren en of kwekers op om hun paarden of paardachtigen te laten vaccineren. Er komen gevolgen voor zij die geen gehoor aan deze oproep geven. En dan gaan wij wel optreden. Dus dat moet wel duidelijk zijn voor ieder. Omdat wij wat dit betreft heel hard moeten optreden. En wanneer ik zeg van hard optreden, eerst mensen moeten hun dieren laten vaccineren. Tweede, geen enkele paardenrace en dat soort dingen organiseren. Derde, men moet zijn terrein altijd schoon houden. Irrigatie goed regelen. Er zijn x aantal items wat men in orde moet maken. Men moet geen dieren van ene kudde naar andere kudde brengen. Dus transport moet gelijk zero worden. We geven geen toestemming zomaar om mensen paarden te importeren. Wanneer mensen dat willen, dan moet het wel door de veterinaire inspectie afgegeven worden. En men dient daaraan te houden. Als men dat niet doet, dat is een probleem. We gaan optreden. In gesprek met een dierenarts eerder op de dag werd er aangegeven dat de paarden een hersensvliesontstekingsziekte krijgen. En dat kan zorg dragen voor nerveuze verschijnselen waarbij het paard wankelt, trilt, gezichtsproblemen krijgt en niet kan slikken. De dierenarts zegt verder dat het virus door insecten wordt overgebracht. Dit virus, ze noemen het vectorborne, dus het wordt door vectoren, door insecten wordt het overgedragen. En het is eigenlijk een virus van vogels. Dus eigenlijk een virus die normaal van vogel naar vogel gaat en die gewoon leeft onder vogels. En dat verklaart ook een beetje die uitslag waarom we dus op verschillende plaatsen in Suriname verschijnselen zagen van hier eentje die een probleem heeft ermee, daar weer eentje die een probleem heeft ermee. We zagen dus op verschillende plaatsen, los van elkaar, af en toe een jong paard, soms ook een wat ouder paard, die hier problemen mee kreeg. En dat is omdat dit virus wat uiteindelijk aangetoond is, vooral leeft onder vogels, maar af en toe kunnen muggen het ook overbrengen naar paarden. En heel af en toe ook naar mensen. Het is alleen zo dat paarden en mensen eigenlijk niet hun gastheer zijn. Dus men noemt dat, de infectie loopt bijna altijd dood. Het is heel moeilijk om die infectie van paard naar paard te brengen. En nog moeilijker om het van paard naar mens te brengen. Maar er zijn dus besmette muggen in de omgeving als paarden dat krijgen. Dus je zou pech kunnen hebben als paardeneigenaar dat je op paard het krijgt. En voor mensen is het, weet ik niet als het al gerapporteerd is, bij mij weten nog niet. De afgifte van verblijfs- en vestigingsvergunningen gaat veel soepeler. De afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie is gestart met afgifte van vergunningen. Deze afgifte van verblijf- en vestigingsvergunningen, alsof verklaringen aan personen die een aanvraag hebben ingediend, is afgelopen woensdag gestart. Er is expliciet gevraagd dat de documenten niet aan anderen worden afgestaan dan aan de aanvrager zelf. Bij het ophalen van de verblijfsvergunning dienen de volgende stukken te worden vertoond: origineel paspoort, een recente pasfoto en het indieningsstrookje. Voordat de aanvrager zich aanmeldt, kan die nagaan als zijn of haar naam voorkomt op de website van de afdeling Vreemdelingenzaken. Op de website www.vz.juspol.sr staat er een overzicht van zowel de aanvragers als personen wiens documenten al zijn afgehaald. De bussen van de particuliere bushoudersorganisatie, PLO, heeft geen acties aangekondigd. Volgens de PLO-voorzitter John Mahadeo Singh zullen de leden normaal rijden. Het Nationaal Vervoersbedrijf NVB heeft donderdagavond in een vergadering besloten dat de organisatie in actie gaat. Ook de boothoudersorganisatie had acties voor vandaag aangekondigd. Volgens beide organisaties zijn hun leden niet uitbetaald voor werk dat reeds
voor de overheid is verricht. Met deze aangekondigde acties zijn de schoolkinderen verstoken van schoolvervoer. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie geven aan dat de uitbetaling van de gelden door administratieve vertraging nog niet konden worden overgemaakt. Vandaar ook de late uitbetaling. Clarence Breveld, broer en broer van Borger, Karel en Hans Breveld, is gisteren overleden in Nederland. Hij was een Surinaams-Nederlandse zanger, gitarist en componist die al een tijdje ziek was. Clarence Breveld werd geboren op 11 september 1948 in Nieuw-Nikeri. Hij werd bekend door zijn gospel, bluegrass, country, kaseko en Nederlandstalige liederen op de gitaar. In februari werd hij benoemd tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster door president Desiree Bouterse. Breveld stond sinds zijn jeugd op het podium. Hij ging in 1970 naar Nederland om te studeren en bleef er wonen. Clarence Breveld bereikte de leeftijd van 68 jaar. En dan de buitenlandse informatie. Guyana heeft zijn geplande lidmaatschap bij de in Noorwegen gevestigde Extractive Industries Transparis ITA, on hold gezet vanwege samenspanning en corruptie in de goudmijnsector in het land. ITA is het Wereld Anticorruptieagentschap dat als waakhond bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in verschillende landen. Er zou sprake zijn van een toename van samenspanning, afpersing en kartelachtige associaties in de goud- en diamantenindustrie in Guyana, waarbij overheidsdiensten zijn betrokken. De autoriteiten zijn daarvan op de hoogte. De minister van Openbare Veiligheid, Kimraj Ramnathan, bevestigt tegen mediaberichten dat er sprake is van ernstige samenspanning in de sector. Hij zegt dat zijn regering de corruptie binnen de overheidsdiensten met wortel en tak wil uitroeien. Volgens hem wordt er onder meer miljarden dollars aan goud het land uitgesmokkeld. Zolang deze illegale praktijken niet tot een aanvaardbaar niveau zijn gebracht, kan Guyana geen lid worden van deze organisatie. In een populaire winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm is vanmorgen een vrachtwagen ingereden op een groep mensen. Volgens officiële bronnen zijn er 3 dodelijke slachtoffers gevallen en verschillende gewonden. De Zweedse premier gaat uit van een terreurdaad. Er is ook al een verdachte in beeld gebracht. Het incident deed zich kort voor 3:00 PM plaatselijke tijd voor in Drottningen, een populaire winkelstraat in Stockholm. De vrachtwagen reed in op een groot warenhuis aan het kruispunt van een grote verkeersas. In die winkel zou ook brand zijn uitgebroken. Op amateurbeelden is te zien hoe mensen massaal wegvluchten van de plaats. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de eerste minister gaat uit van een terreurdaad. Volgens het bedrijf van de vrachtwagen zou de truck gekaapt zijn. Volgens verschillende bronnen sloeg de bestuurder daarna op de vlucht. Het is niet duidelijk of de politie de man al heeft opgepakt. Het incident volgt kort op de aanslag in Londen op 22 maart, waarbij 6 mensen omkwamen, waaronder de aanslagpleger. Ook toen reed een voertuig op mensen in. Ook bij aanslagen op een kerstmarkt in Berlijn en Indies reden de daders met een vrachtwagen in op groepen mensen. In Duitsland vielen 12 doden en in Frankrijk kwamen 86 mensen om. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren aan zijn Chinese collega Xi Jinping beloofd dat de twee op lange termijn een zeer, zeer goede relatie zullen hebben. Dat zegt Trump tijdens zijn eerste ontmoeting met Xi Jinping in zijn Winter White House in Malagro, Florida. We hebben al een lange discussie gehad en op dit moment heb ik nog niets bereikt,
absoluut niets. Maar we hebben wel een vriendschap opgebouwd. Aldus Trump. Trump zet zo op een positieve manier de toon voor de ontmoeting van de twee presidenten, die over verschillende onderwerpen een totaal andere mening op nahouden. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China staan momenteel onder druk, vooral door de kritiek van Trump op het buitenlands handelsbeleid van Beijing. De Amerikaanse president beticht China ervan door een kunstmatig gedevalueerde munt tegenover de dollar, zijn export naar de VS, te begunstigen. Voor het bezoek kondigde Trump nog aan dat hij verwachtte dat de ontmoeting zeer moeilijk zou verlopen vanwege die spanning, terwijl de Chinese minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat hij hoopt op een geslaagde ontmoeting die zal leiden tot een positieve evolutie van de bilaterale betrekkingen. Donald Trump en Xi Jinping zullen ook over de crisis in Noord-Korea praten. De regering van het land heeft de afgelopen tijd met nieuwe rakettesten de internationale gemeenschap gechoqueerd. Goedenavond en tot morgen.